Mijn naam is Bram Langeberg, we zijn hier in Utrecht, in de Zeeheldenbuurt. En naast mij zit mijn moeder Mieke van Zeepen in haar geboortehuis. En ze gaat dus vertellen over haar, onze familiegeschiedenis. Haar moeder, mijn oma, woonde hier in de jaren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Als u zo meteen vragen heeft, stel ze hieronder in de comments. Dan komen we daar uitgebreid op terug. Maar eerst, waarom zitten we precies hier? Nou, we zijn hier in de Buitenbelotstraat, omdat ik hier geboren ben in dit huis. Ik ben hierboven, in het zijkamertje, bij het balkonnetje ben ik geboren. En ik wil heel graag het verhaal vertellen van mijn moeder en mijn tante Co. En mijn oom Herman. En ik wil eerst even vertellen van mijn ouders die woonden hier. In dit huis en ik ben de jongste van 7 kinderen. Ik scheelde met mijn oudste broer precies 22 jaar, die is in 1939 geboren. En daarna kwamen de 4 kinderen redelijk snel op elkaar. Daarna kwam nog een broertje wat maar een paar dagen oud is geworden. En daarna kwam mijn broer die boven mij zat en mijn oudste broer. Hier is een foto van de hele familie in het Oorsprongpark hier in de buurt. En ik ben er niet bij, want ik was het nakomertje. Ik kwam pas veel later. Mijn vader en moeder woonden dus hier op de zolderverdieping. En mijn vader en moeder waren gemengd. Mijn moeder was Joods en mijn vader was Nederlands hervormd. Maar daar heb ik eigenlijk nooit wat van meegekregen. Mijn vader is in 1911 geboren in Dordrecht. En mijn moeder is in 1913 in Middelburg geboren. Mijn opa van mijn vaders kant had in Dordrecht was hij een sigarenmaker en hij had een klein sigarenwinkeltje. En mijn moeder kwam uit Middelburg, uit een totaal ander milieu. Een ja, salonsocialistisch milieu zou je het wel kunnen zeggen. En eigenlijk was het ook al de bedoeling en al behoorlijk ver geregeld dat mijn moeder aan een keurige Joodse jongen uitgehuwelijkd zou worden. Met 10 jaar is mijn moeder verhuisd met haar familie naar Dordrecht. En daar heeft ze haar middelbare schooltijd gedaan. En zij heeft mijn vader leren kennen bij de Lips Slotenfabriek. Daar was ook zo'n leus van Lips sluit alles, zelfs huwelijken. Er was dus een behoorlijke tegenstelling tussen mijn ouders. Mijn vader, die niet Joods was, mijn moeder die Joods was, mijn vader uit een arbeidersmilieu, mijn moeder uit een meer bourgeois milieu. Dus dat was voor beide families een behoorlijke schok dat die elkaar gevonden hadden, gemengd gehuwd in de jaren 30. Dat was er nog niet echt zo goed bij. Dus het moet gewoon een feit geweest zijn dat mijn ouders ontzettend veel van elkaar hebben gehouden. Tot 1942 hebben zij dan ook in Dordt gewoond. En daarna zijn ze naar Utrecht gegaan. En dat was om het feit van dat ze zich veiliger voelden, onbekend waren hier in Utrecht. En ook mijn opa en oma, die woonden hier al op de Leidseweg, de opa en oma van mijn moeders kant. Ik had altijd gedacht dat ze hier de hele bovenhuis hadden gehuurd, maar uit het boekje van Jos van Buurden, Oorlogsjaren in een buurt van stand, las ik tot mijn verbazing dat ze alleen de zolderverdieping hadden. Daarna zijn ze dan ook naar beneden getrokken, maar dat is allemaal veel later na de oorlog. Mijn vader kwam uit een kleine familie. Hij had alleen nog maar een half broer. En mijn moeders familie was groter. Zij was de oudste van 4 kinderen. Na haar kwamen 2 zussen en tenslotte als nakomertje Herman, die geboren is met het syndroom van Down. Daar waren ooms en tantes. Maar als ik daarna vroeg van, waar is de familie? Dan kreeg ik alleen maar als antwoord, die zijn vermoord. Dit zijn mijn opa en oma. En die hadden dus ook hun eigen broers en zussen, neven en nichten, die ik allemaal niet gekend heb. Ik heb eigenlijk ook toch nooit de behoefte gehad om een stamboomonderzoek te doen, dus het is zo. Wel.
Mm-hmm. Ja. Van de familie heeft alleen maar mijn moeder en tante Co hebben als enige de oorlog overleefd. Dus dat was eigenlijk heel erg klein allemaal. Ik was vroeger als kind zijnde behoorlijk jaloers op vriendjes en vriendinnetjes. Op mijn buurmeisje hiernaast, die allemaal ooms en tantes, neefjes en nichtjes, achterneefjes, nou noem maar op had. En ik had dat allemaal niet. Zij kregen allemaal cadeautjes en bezoek en noem maar op. Toen ik een jaar of 8, 9 was, hoorde ik waarom ik het niet had. En ik kreeg het op een botte manier te horen. Ze zijn vermoord, ze zijn er niet meer. En ik moest blij zijn met mijn broers en zussen die ik wel had. Omdat die natuurlijk al veel ouder waren, kreeg ik ook zwagers en schoonzussen. En zelfs toen ik 10 werd, kreeg ik 2 neefjes, een neefje en een nichtje. Dus ik werd al tante op mijn 10e jaar. Ik trots op school dat vertellen, maar dat wilde de juf helemaal niet geloven. Tante Co, die, wat ik vertelde, die heeft de oorlog overleefd en is na de oorlog getrouwd en kreeg haar 5 kinderen en woonde in Vleuten. Het gekke was dat er eigenlijk niet zoveel contact was tussen mijn moeder en tante Co. Natuurlijk met de belangrijke dingen, maar je zou ook denken, als je samen hebt overleefd, heb je samen een band en dan heb je heel veel contact. Maar dat was er eigenlijk niet. En dat was een van de redenen waarom ik ook met mijn familiegeschiedenis nu niet alleen dit hier vertel, maar ook een voorstelling heb geschreven, De Joodse Bruidjes, waarin dat aspect heel erg naar voren komt. Het waarom het niet zoveel contact was tussen mijn tante en mijn moeder. De voorstelling hebben we niet alleen in theaters gespeeld, maar juist ook heel veel in verzorgingshuizen. Dat was een hele bijzondere ervaring. Natuurlijk is die voorstelling niet alleen op het stukje familiegeschiedenis. Ik heb ook bronnen en ander literatuuronderzoek gedaan. En ook bijvoorbeeld in het Nationaal Archief. En daar kreeg ik las ik een veroordeling van een Nederlandse kampbewaakster uit Auschwitz. Die in het kamp op in haar afdeling een oud klasgenootje tegenkwam uit haar geboorteplaats. En die heeft zij behoorlijk mishandeld. Dat vond ik weer een aspect om een rol van Mirjam in te kunnen vullen. Want de Joodse Bruidjes gaat over 2 dames die in een kamer delen in een verpleeghuis. Mirjam Wolf en Edith van den Berg. Mirjam is terminaal ziek. En Edith is daar om te revalideren. Mirjam is een hele zachtmoedige vrouw en Edith is toch meer een bitch. Mirjam heeft Auschwitz overleefd en Edith heeft in een onderduik gezeten waardoor zij kan overleven. En de dames gaan ook wel een strijd aan van wie heeft nu het meest geleden tijdens de oorlog. En dat is natuurlijk een wedstrijd zonder winnaars, want er is gewoon geen winnaar in te vinden. Naast Edith en Mirjam is er ook een Duitse verpleger, Matthias Breyer. Hij is een onschuldige kleinzoon van een Duitse marineofficier. En in feite draagt hij de Duitse schuld met zich mee. Edith en Mirjam die zijn echt heel bewust gaan heel bewust met hun leven om, een laatste stadium van hun leven. Zij willen daar de eigen regie over houden. Mirjam zou het liefst euthanasie willen laten plegen, maar dat kan niet in het huis. Dus heeft Mirjam bedacht om daar haar eigen invulling in te geven. En Edith besluit haar uiteindelijk om haar te helpen. In de voorstelling ziet het publiek en hoort het publiek de verhalen van Edith, Mirjam en Matthias en hoe ze met elkaar omgaan. Wat ik al zei, Edith is best wel bitcherig en ziet Matthias als een butler, terwijl Mirjam zo blij is met de professionele zorg die Matthias haar biedt. Daarbij is Matthias dan ook een metafoor van hoe Duitsland nu met zijn oorlogsverleden omgaat. Mirjam en Matthias, die heb ik verzonnen. En Edith staat toch wel een beetje voor mijn moeder met al haar oorlogstrauma's en al haar negatieve karaktertrekken en eigenschappen en haar overlevingsstrategie, zoals ik die als kind en volwassen vrouw heb meegemaakt.
ik wilde in die voorstelling juist ook het verhaal van mijn moeder en tante Ko vertellen. Wat ik al vertelde, mijn moeder heeft de oorlog overleefd hier op de zolderverdieping in een zelf gekozen het was geen onderduik omdat ze geen mengd gehuwd was, maar wel een zelfgekozen isolatie. Mijn tante Ko die werkte in het Apeldoornse Bos, de psychiatrische instelling. En daar gaat het voor hem met name om. Het Apeldoornse Bos heette voluit het Centraal Israëlitisch Krankzinnige Gesticht, wat in 1909 is opgericht en in 1943 door onder leiding van Auster Funte is leeggehaald. Alle de bewoners zijn gedeporteerd en een groot deel van het personeel ook. Nou ja, en de bewoners dan zijn dan gedeporteerd, vergast ofwel vermoord. Ze zijn niet omgekomen. Deze instelling was de enige Joodse instelling in Nederland. Met diverse open en gesloten afdelingen, want ze hadden diverse bewoners. En in 1933 is ook het kinderpaviljoen Agisomog geopend. En daar kwamen kinderen terecht met psychische beperkingen. Kinderen met Down-syndroom, zoals mijn oom Herman. In 1939 kwamen daar ook veel Duitse vluchtelingen terecht. En tijdens de oorlog moesten de bewoners die in andere instellingen zaten overgeplaatst worden naar het Apeldoornse Bos. En dat geldde ook voor het personeel, want het niet-Joodse personeel werd ontslagen en het moest opgevuld worden door Joods personeel die in diverse instellingen werkte. En ook andere mensen die het Apeldoornse Bos als een toevluchtsoord hebben gezien en gevonden en gekregen. Ik heb ook wel gehoord van dat men het ook wel de Joodse hemel, de Jodenhemel noemde. Het was geïsoleerd in Apeldoorn en alles ging daar gewoon eigenlijk zijn gang. De oorlog was heel ver weg. Tot het moment van 1943, de nacht van 21 op 22 januari. Toen werden alle patiënten per vrachtwagen weggehaald, naar een gereedstaande trein in Apeldoorn gebracht en rechtstreeks naar Auschwitz en naar de gaskamers vervoerd. Het rest van het personeel is via Westerbork afgevoerd, maar een aantal mensen hebben kunnen vluchten, waaronder mijn tante Ko. En daar is het probleem. Tante Ko, die dan werkte in het Apeldoornse Bos, mijn oom Herman, die uiteindelijk in het Apeldoornse Bos is terechtgekomen vanwege de oorlog. En zij moest hem achterlaten en kon zelf vluchten. Herman heeft altijd thuis gewoond en was nooit verstopt, want iedereen was heel erg dol op hem. Maar omdat als eerste mijn opa Sally, naar Westerbork is gegaan, ik heb thuis een grote kist met allemaal oude foto's en fotoalbums. En daaronder, onder andere is dan ook een foto van mijn opa Sally in Westerbork. En dat is natuurlijk heel bijzonder en dat roept allerlei vragen op. De eerste vraag die ik aan mijn moeder stelde toen ik deze foto als kind zijnde zag was: wie is opa Sally? En daarom heeft zij een kruisje op zijn arm gezet, zodat dat herkenbaar was. Bij allerlei vragen komen op van: wanneer is die foto gemaakt? Hoe lang was die daar? Hoe lang heeft het geduurd voordat hij op de lijst werd gezet en afgevoerd werd? Dus opa Sally was weg. Mijn oma en mijn andere tante, tante Mies, gingen onderduiken ergens hier in Utrecht, wat ik begreep in Tuindorp. Maar zijn verraden en via kamp Vught zijn zij uiteindelijk in Sobibor omgekomen. Mijn moeder zat dan hierboven op de zolderverdieping, waar ook nog eens een keer mijn vader regelmatig allerlei activiteiten in het verzet deden. Dus Herman kon hier niet naartoe. Dat was veel te gevaarlijk. Dus Herman ging naar het Apeldoornse Bos bij tante Ko, want daar was hij het meest veilig. En gelukkig was zijn zus daar ook bij.
Maar ja, dan die onmogelijke beslissing van tante Co. Tante Co heeft besloten om te vluchten, om haar eigen leven te redden, wat haar goed recht natuurlijk was, en om Herman daar dan achter te laten. In 1993 is er een documentaire gemaakt over het Apeldoornse bos, waarin tante Co ook werd geïnterviewd. En in die documentaire die heb ik terug kunnen zien, een aantal weken geleden. En wat heel erg wat heel bijzonder was, is dat mijn tante Co haar vluchtplan met mijn oma, die in de onderduik zat, heeft besproken. Dus ook wat het gevolg was voor Herman. Zij heeft overlegd met mijn oma: ik kan vluchten, maar ik kan Herman niet meenemen. Herman blijft hier. En mijn oma heeft dat goed gevonden. Dus Herman, die toen 12 was, heeft in een aantal jaren een paar hele heftige ervaringen meegemaakt. Eerst vanuit het veilige huis naar het onbekende Apeldoornse bos. En daarna de deportatie en het transport naar Auschwitz. Ik heb geen idee of mijn moeder betrokken is geweest bij dit overleg tussen mijn oma en mijn tante Co. Ik neem aan van niet. Want de lijntjes moesten natuurlijk kort zijn, omdat mijn oma in de onderduik zat. En ik kan me zo voorstellen dat mijn moeder zich buitengesloten heeft gevoeld bij deze beslissing. En dat dit heel veel heeft betekend voor de verstandhouding na de oorlog tussen mijn moeder en mijn tante. En het was natuurlijk ook zo. Na de oorlog werd nergens over gesproken en was er geen hulp en... Ja, dat maakte het allemaal ingewikkeld en iedereen moest zijn leven weer opbouwen. Het is heel gek van, ik heb in de jaren 90 deze documentaire ook ooit gezien. Want omdat dat had ik onthouden, dat mijn tante Co erin zat. Maar dat stukje dat mijn tante Co met mijn oma overlegd hierover heeft gepleegd, over haar vluchtplan, is mij nooit bijgebleven. Dus dan zie je maar weer hoe raar je geheugen werkt. Tante Co die is via een onderduikadres na haar vluchten in een onderduikadres in Noord-Holland terechtgekomen. En na de oorlog is zij getrouwd en is ze met man en kinderen in Vleuten gaan wonen. En het is heel bijzonder dat ik nu dit kleine stukje familiegeschiedenis mag vertellen. En dat ik weer mag vertellen, net zoals ik het in Joodse bruidjes heb mogen vertellen. Want vertellen is ontzettend belangrijk. We moeten de verhalen blijven vertellen. Want de Holocaust en alles wat er omheen zit, mag niet vergeten en zeker niet gebagatelliseerd worden. Het vertellen van kleine verhalen zoals dit hele project, die hebben het meeste effect. Een klein verhaal komt echt bij je binnen. Veel meer dan de grote geschiedschrijving. En ik ben blij dat ik dit verhaal heb mogen vertellen. Want de mensen waar het om gaat, die mochten het niet vertellen. En waarom niet? Ze mochten het niet vertellen omdat ze Joods waren. Dus zij mochten niet leven, zij mochten er niet zijn. Natuurlijk heeft deze familiegeschiedenis en alles wat er omheen zat, wat mijn moeder allemaal heeft moeten meemaken, heeft ontzettend veel gevolgen gehad. En ja, ik als jongste van dit gezin van 7 kinderen, noem mezelf echt wel een tweede generatie. Want ik heb meegemaakt de dagelijkse worstelingen die mijn moeder met al haar oorlogstrauma's en haar overlevingsstrategie heeft moeten meemaken. En als kind zijnde wist ik niet beter van dit is zoals het is. Maar later zijn de puzzelstukjes echt wel bij elkaar gekomen. En ik ben er echt van overtuigd dat mijn moeder voor de oorlog een totaal andere vrouw is geweest dan wat de gevolgen van na de oorlog allemaal voor haar geweest zijn. Wat ik heel belangrijk vind is, wij kunnen deze verhalen vertellen, maar er zijn allemaal weer nieuwe mensen in Nederland die als vluchtelingen binnen zijn gekomen. En ik vind het zo belangrijk,
dat we dat doortrekken, dat mensen die nu met hun oorlogstrauma's, met hun verhalen komen, dat zij ook hun verhalen kunnen vertellen. En dat wij hun ook de tijd en de ruimte geven om hun verhalen te vertellen. Want ja, mijn moeder was eerste generatie, ik ben tweede generatie, Bram is derde generatie. Ik denk dat er generaties overheen gaan om in het reinen te komen en dat je al die verhalen moet horen. Dat was ie. Dankjewel. Dat is toch een heel verhaal zo, hè? Hoe is dat om dat hier zo te vertellen? Spannend, maar ook heel erg leuk. En ook gewoon heel bijzonder dat ik het in mijn geboortehuis vertel. En dat de omgeving, ja, die inspireert heel erg. Ja, precies. Mocht je zelf nog vragen hebben, stel ze gerust hieronder in de comments. Want we gaan er uitgebreid op in. Niets is te gek. Deze Chanukia, die staat hier vrij prominent. Heeft die ook nog een rol gespeeld in dit huis? Ja, want ik kan me niet anders herinneren dat deze hier stond. Ik weet dat mijn moeder deze Chanukia van mijn oudste broer, waar ik 20 jaar mee scheelde, een keer gekregen heeft als een cadeau. En ik moet toen heel klein geweest zijn. En die heeft hier altijd op de schoorsteen in de voorkamer gestaan. En die is ook altijd met mijn moeder meegegaan toen zij naar het... toen ze op zichzelf woonde, maar toen ook dat ze naar een verzorgingshuis ging, is die ook meegegaan. En toen mijn moeder overleed, toen had ik zoiets van, ja, ik was nog de enige. Ik neem hem mee naar huis. Je was nog de enige? Van de kinderen. Van mijn broers en zussen. Hmm. Maarten Jan vraagt wat voor werk tante Kobi in het Apeldoornse bureau precies deed. Mijn, dat is er wel zo verteld. Ja, ik weet dat mijn tante Ko een opleiding... je had toen de verzetverpleging. Dat was voor verpleging in psychiatrische instellingen. En zij heeft daar haar opleiding in het Apeldoornse bos gehad. En zij was ook al, want ik zag het ook op de foto van de foto die van de verpleegsters, die is ook al uit 1941 en daar, toen was ze er al. Dus ruim voor de oorlog was zij ze al. Ze is niet voor Herman. Nee, nee, zij is niet daar niet terechtgekomen om zoals in de jaren 42 mensen van buiten komen om een plek te vinden in het Apeldoorns bos. Nee, volgens mij is zij in 39 al met haar... Zij heeft haar opleiding ook echt daar gehad. Oh ja. Ben je zelf wel eens naar het Apeldoornse bos geweest? Nee, nee. Ik ben nog nooit geweest. Misschien dat ik dat wel zou doen, maar ik ben niet zo van om naar al die herdenkingsplekken te gaan. Ik heb ook totaal geen behoefte om naar Auschwitz te gaan. Want dat zit er niet zo in. Ik heb het, ik draag het bij me. Draag het bij je. Annemarie vraagt wat de sterfdatum van Herman is. Weten we dat? Ja, die is wel bekend. Want ik weet dat mijn moeder altijd overal lijsten had liggen met alle namen van de familie die uit de archieven komen, met de sterfdatum, maar ik heb hem niet paraat. Niet paraat, maar het is wel... Ja, want zoals hier in Utrecht is er ook bij het station een oorlogsmonument. Bij het Malibaanstation, bij het Malibaanstation, bij het Spoorwegmuseum. En daar staan ook mijn opa en oma, tante Mies en oom Herman. Ja, want het Malibaanstation is het station waar in Utrecht... De Joden zijn afgevoerd naar Westerbork. Ja, precies. Er is nog een reactie van Peter. Die vindt het een heel indrukwekkend verhaal uit zijn geboortestad. En hij vindt het een enorm dilemma tussen de zussen. Wat vindt, over dat dilemma gesproken, hè? Wat vindt de rest van de familie daarvan? Wordt daar wel over gepraat? Nou, er is eigenlijk geen rest van de familie, meer. Maar er zijn wel neven en nichten. Er zijn wel neven en nichten, ja. Ja. En ik heb zelf ook geen contact met de familie van tante Ko. Dat is echt zo totaal verwaterd van heel af en toe met de oudste dochter. Maar voor de rest... Maar ik heb sowieso nooit veel contact gehad met de familie. Dus het is ik wel weet, een soort wig gedreven? Ja, of het een wig is, ik weet niet. Ik denk dat we uit elkaar gegroeid zijn. Van,
Ik hoop niet dat er een wig is. Nee. Dat zou ik heel erg vinden. Nee, precies. Dus als ze kijken, wat zou dan nog iets tegen ze willen zeggen? Ja, wat ik dan heel belangrijk vind, is dat ik ontzettend respect heb voor mijn tante Co, van hoe zij daarmee is omgegaan. En dat ik mij kan voorstellen dat, omdat mijn moeder best wel gehavend uit de oorlog is gekomen, die me misschien meer de problemen zou hebben veroorzaakt dan mijn tante Co. Maarten Jan, die merkt nog op dat er sinds vorig jaar een herinneringscentrum van het Apeldoornse bos is op het voormalige terrein. Ik denk dat, ja, mocht iemand daar de behoefte aan hebben. Dan denk ik dat ik daar toch een keer... Ja, toch wel? Ja, dan zal ik daar toch graag een keer naartoe willen. Arnoud vraagt zich af of je denkt dat de beslissing anders was uitgepakt, de vluchtbeslissing, als jouw moeder ook had meegedacht. Hoe denk je dat dat gegaan zou zijn? Misschien wel. Misschien dat mijn moeder dan toch wel zoiets zou hebben gehad van dat kan niet. Maar ik kan me ook juist heel goed voorstellen dat de lijntjes kort moesten zijn, omdat mijn oma en tante Mies in de onderduik zaten. Dus hoe minder mensen dit wisten, des te belangrijker dat was. En ik kan natuurlijk niet, zeker nu na al die jaren, niet indenken en vertellen wat mijn moeder zou hebben beslist. Nee. Je komt ook nog even terug op vluchtelingen van vandaag de dag. Mm-hmm. Wat zou je... Tegen wie praat je als je terugkomt op die... Dan heb ik toch heel veel gevoel met de Syrische vluchtelingen die de afgelopen jaren gekomen zijn. Van daar zijn gewoon zoveel mensen bij die gewoon een herkenbaar leven hebben gehad als wij. En die gewoon weg moesten met al die bombardementen en noem maar op. En ja, die mensen die hebben ook gewoon allemaal hun oorlogstrauma's meegenomen. En die mensen, die gun ik echt dat die hun verhalen ook mogen vertellen. En dat wij ook die verhalen mogen horen. Want het verhaal van één iemand komt veel harder binnen dan de algemene dingen. Er is nog een vraag van Annemarie aan mij. Die vraagt zich af wat dit verhaal voor mij als derde generatie betekent. Ja. Ik denk dat je als derde generatie, Jood, slachtoffer, hoe je het noemen wilt, had je sowieso al wat meer op afstand gestaan, natuurlijk. Hè? Ja. Wel of geen vervolging, wel of geen vermoording, wel of geen Shoah. Voor mij is het meer een abstractie, want... ik zie hier het kwaad dat in de mens zit, dat er nog steeds elke dag genocides plaatsvinden. Daar zie ik een hele grote waarschuwing in dit verhaal. Het is een boodschap dat we goed op moeten letten over op verdeeldheid. Dat we elkaar makkelijk tegen elkaar in het harnas laten jagen. Ik denk dat het vooral een hele grote waarschuwing moet zijn. En ik zie daar wel in deze tijdsgeest, met ronduit neonazistische gesprekken in appgroepen van Kamerleden, zie ik daar een ontzettend grote, gigantische rode vlag in. Dus ik deel met jou dat deze verhalen elke dag liefst van de daken geschreeuwd moeten worden. Ja, en ik hoop dat jij weer meer afstand hebt kunnen nemen dan wat ik heb kunnen doen. Gelukkig wel, ja. Ja, precies. Ja. Milan vraagt, hoe heette jouw opa en oma eigenlijk? Nou, het gekke is, het is opa Sally, ja. Maar de voornaam van mijn oma weet ik eigenlijk niet. Dus kan je nagaan hoe weinig erover gesproken is. Oma Meijer, want Meijer was haar achternaam. Ik weet dat ze oorspronkelijk uit Arnhem kwam. Maar er werd gewoon echt afstand gehouden van de familie. Dus er is echt een façade ontstaan, opgelegd door de geschiedenis. Ja, ik snap hem wel van, je maakt er een breukvlak en je wordt dan niet meegenomen. Dan hou je afstand en je richt je op de andere dingen. Ja.
Een overlevingsstrategie. Gina vraagt zich af of je nog contact hebt met de kinderen van je tante. Wat ik net zei, hè, van heel sporadisch met de oudste dochter, maar voor de rest... Maar ik heb nooit mijn hele leven heel weinig contact met hun gehad. Dus ja, dat is ook natuurlijk helemaal totaal uit elkaar gegroeid. Plus erbij dat zij natuurlijk ook weer een oudere generatie zijn. Want ik was echt als nakomertje ook vergeleken bij hun. Reinhold vraagt zich af over de Chanukia nog, of die thuis ook werd gebruikt en op wat voor momenten dat was. Ja, ik weet dat mijn moeder in de tijd van, als het Chanukia is, dat er altijd de kaarsjes werden gebrand. Ja. En hij daarvoor, voordat dan Chanukia was, dan moest hij ook uitgebreid gepoetst worden. En dat heb ik dus al jaren niet meer gedaan. Want even voor mensen die geen Joodse achtergrond hebben. Deze kandelaar kennen we natuurlijk als symbool van het Jodendom wel, maar... Ja, Chanukia is het lichtjesfeest en dat is ongeveer gelijk met kerstfeest wat wij kennen. En dat heeft te maken, weet ik niet helemaal goed hoor... Maar wat doe je met zo'n kandelaar dan? Nou, met dat in de tempel in Jeruzalem... er niet genoeg licht was. Ja, dus niet genoeg olie om de... En daarom doe je dus... Want het wonder wat je herdenkt is dat er op magische wijze wel genoeg olie was voor 8 dagen, totdat er weer olie was om de menorah, de 7-armige kandelaar, die symbool staat voor het struikje dat in de fik ging, ja, toen Mozes aangesproken moest worden. En elke dag brand je dan 1 kaarsje extra. Ja. Precies. Je broers en zussen zijn overleden, hè? Maar ja. Heb je het, toen ze er nog wel waren, wel over tweede generatie zijn gehad met ze? Nee. En hoe komt dat? Wat ik altijd zeg, we hadden dezelfde ouders, mijn broers en zussen en ik. Maar ik ben in een compleet andere gezin opgevoed dan zij zijn opgevoed. Ik had natuurlijk wel contact met mijn broers en zussen. Dat was voornamelijk omdat ik heel goed op mijn neefjes en nichtjes kon passen. En behalve met 1 zus had ik echt heel erg goed contact mee. En ik weet ook wel dat ik met mijn broer die boven mij... Die raakte op een gegeven moment ook heel erg in de knoop, ook met het oorlogsverleden. En die vertelde dan ook van dat hij geen contact meer, of zo min mogelijk contact met mijn moeder wilde hebben. Dus het heeft echt wel zijn dingen gehad. Maar echt zo met elkaar kunnen praten erover, nee. Dankjewel. Vanuit de Buis-Balotstraat, ons familieverhaal. Zometeen gaan we naar Den Haag. Daar zit Gijs Kruitsen en die vertelt over hoe zijn familie de eerste jaren voor de oorlog en de eerste jaren van de oorlog heeft ervaren. Bedankt voor het kijken. Vergeet behalve te gedenken ook niet de vrijheid te vieren, want dat is natuurlijk een goed waar we de hoogst mogelijke prijs voor hebben betaald. Dus geniet daar ook van.